binnenkrijgen van mensen, het werven van mensen, is voor een bedrijf als het onze niet eenvoudig. We hebben het allemaal enorm druk. En het is ook niet ons métier. Als er dan een keer een groot project zich aandient, dan moet je eigenlijk met de volle capaciteit op één project. En dat is, dat, ja, dan moet je de rest van je klanten een half jaar laten wachten. Dat gaat gewoon niet. Dan is het bijna vervelend om mensen te moeten werven en daar tijd in te moeten steken, terwijl je echt wel begrijpt dat het belangrijk is. Via advertenties loopt het vaak moeizaam, hebben we ook wel geprobeerd. We hebben ook wel met recruitment agencies gewerkt, maar dat was eigenlijk toch ook geen value for money. Als een Philips bij een hogeschool komt en zegt van nou, wij zijn Philips, dan hoeven ze eigenlijk niks te vertellen. Nou, dat is een groot bedrijf, willen we graag werken. Wij zijn klein, onbekend, wat doen die eigenlijk? En dat verhaal vertellen is uiteindelijk marketing. Het wordt steeds moeilijker om die mensen te bereiken. En als ik zie hoe versterk dat op dit moment bij ons doet, blijkt dat er dan toch heel veel mensen verleid worden om eens een keer te komen praten. Nee, ik ben, en ik denk het versterk dat ook mag zijn, tevreden met het resultaat dat ding bijna de helft van de mensen die hier op dit moment werkzaam is, via jullie gerecruit is. De kandidaten die zijn eigenlijk zonder uitzondering zijn die geschikt voor de functie die wij hier nodig hebben. Ja, door Versterk zijn wij groter gegroeid en dat hopen we ook te blijven doen.